Ik wil het verschil maken door te werken zoals ik dat de afgelopen jaren ook gedaan heb. Ik ben heel enthousiast. Ik ga heel graag met mensen om. Ik was verantwoordelijk voor jeugd, maar ik was ook de jongste wethouder die verantwoordelijk was voor de ouderen. En dat zijn zaken die me heel goed bevallen zijn. Ik vind samen met mensen iets tot stand brengen. Dat is ook zo bij het vrijwilligerswerk gebeurd, bij de buurthuizen van de toekomst. Eigenlijk iets opgebouwd wat niet bestond. Waar mensen ook zeiden van, ik weet niet of dat gaat werken. Ik had daar vertrouwen in. Ik heb mensen er enthousiast voor gekregen. En zo wil ik de komende periode ook weer nieuwe onderwerpen oppakken om Den Haag een stapje verder te brengen. En ik denk dat dat het verschil is wat ik kan maken.